Dus als het iemand is die ervaring had en de middelen had om iets te doen, dan was hierbij geen enkel probleem. Pristine heeft op 2 december 2015 een verzoek gedaan, niet voor een nieuw terrein, om door te verkopen, maar een aanpassing van de reeds bestaande erfpachtsvoorwaarden en verlenging van de erfpachtstermijn. Want weet je, een erfpacht wordt in de regel gegeven voor 60 jaar. Dan moet er een verlenging komen, de regel weer 60 jaar. En meestal vinden er dan aanpassingen zoals kanon, wat de overheid wil, maar soms andere regels of andere kwesties die geregeld moeten worden, dat anders is. Daarnaast werd toestemming gevraagd voor een grootschalige uitbreiding, namelijk de bouw van 200 nieuwe suites en 400 kamers als luxueus all-inclusive resort onder dezelfde naam, Holiday Inn, op datzelfde terrein. Eigenlijk kon er niks anders op dat terrein plaatsvinden dan een hotel. Zievinger gaf al in een officiële brief van 28 december 2015 aan dat hij akkoord ging, maar dat over de voorwaarden, en dit is belangrijk, dat over de voorwaarden onderhandeld moest worden met de DIP. Hij deed daarnaast de toezegging dat hij de directeur van de DIP opdracht zou geven om een ontwikkelingsovereenkomst op te stellen. En ik ga u lezen wat die brief dus dan zegt. De brief zegt: "The details of the amendments to the long lease, however, as well as the terms and conditions of the customary underlying development agreement between Aruba and the developer, need to be negotiated with the Department of Infrastructure and Planning. I will therefore instruct the director of DIP to negotiate such a development agreement and the changes to the long lease with your client's designated representatives, taking into account 1. Existing laws and regulations. 2. Existing policy and guidelines. Please contact the DIP to work out further things further." Enigbare. Zo ziet u weer op schrift wat het standpunt en de handelwijze van Zievinger steeds is geweest. Hij is als minister akkoord met mogelijke ontwikkelingen voor de economie door bouwprojecten. En zeker van een gerenommeerde hotelketen als Holiday Inn. Maar de zaak moet worden afgehandeld met de DIP. En moet conform de wet, beleidsregels en richtlijnen zijn. Niet anders. Zoals in al die andere gevallen het geval is geweest. Echter mogen dus ook duidelijk zijn dat al in 2015 het Pristine bekend was dat de wijzigingen zou komen. Zij moest het alleen nog met de DIP afwerken. Er was ook geen noodzaak nog enig verband daarmee voor Pristine om Zievinger middels een partijcontributie aan de Fundación Corazón Verde voor de verkiezingen in oktober 2017 om te gaan kopen. Het ging immers om, zoals men zegt, de donaties 13, 15, 18 en 20 september 2017. Daar ging het alleen maar over. Dat was de enige betaling. Getuige Lowenstein, de UBO van Pristine, heeft een transactie met het OM gesloten om niet vervolgd te worden. Hij gaf tijdens zijn verhoor aan dat hij dit deed omdat in de internationale bedrijfs- en bankaire wereld het fataal was om bij navraag te moeten melden dat men in een lopend strafrechtelijk onderzoek betrokken was. Dat zei hij. Met deze meneer is dus die deal gegaan. Dus als het voor het OM goed is, edelachtbare, dan moet OM ook geen probleem hebben met wat Lowenstein verklaart. En hij, die dus ook niks te vrezen had, of niet meer te vrezen had vanwege zijn deal met OM, heeft bevestigd dat dit een contributie voor de verkiezing was en op geen enkele wijze een omkoping van Zievinger inhield. Contractspartij van OM zegt dit, hè? En het OM weerlegt dit op geen enkele wijze.
Overigens, het OM doet voorkomen alsof aan Pristine iets was toegekend dat niet moest. CQ dat Pristine op een andere manier was bevoordeeld. Zievinger was evenwel op geen enkele wijze betrokken bij de onderhandelingen tussen de DIP en Pristine en accordeerde alleen hetgeen de DIP steeds heeft voorgesteld. Uit het procesdossier blijkt nu, achteraf dus, dat tussen de DIP en Pristine oneenigheid bestond over de vraag of de bouwperiode, en daar ging het om, niet het terrein, de bouwperiode van 12 maanden kon worden verlengd naar 24 maanden. Niet dat het erfwacht niet werd gegeven. Doch kennelijk heeft de advocaat van Pristine, met verwijzing naar rechtspraak van dit gerecht, de DIP aan het eind kunnen overtuigen. Immers kreeg Zievinger een overeenkomst van de DIP ter ondertekening voorgelegd, welke hij ook heeft getekend. Aan Zievinger kan in deze dus niets worden verweten. Voor wat betreft de groep van Harms, laat ik het zo kort noemen, geldt het volgende. Van de betalingen in de periode van dit deel van de telastenlegging, we zijn dus in de periode 15 februari 2014 tot 19 oktober 2017, sorry, hier staat 2019, maar het moet 2017 staan, in randnummer 93. Dat is een tikfoutje voor mij. Is er namelijk alleen één betaling. We zien het. Bij onderzoek naar de bankrekening van FCB, dus van de Fondation, vielen ook donaties van Milero Investment, hier naar Milero, op ten behoeve van de stichting van Zievinger. Banktransfer op 26 juni 2017 van 2500 florin, geen tonnen, geen miljoen, 2500 florin, Berkem Development. Dit was wederom een gewone donatie in het kader van verkiezingen van 2017. Op dat moment, nog rond die tijd, liep er geen enkel verzoek van Berkem, nog van de familie Harms, die even geregeld moest worden. En waarvoor een minister dus moest worden omgekocht. Berkem was, zoals het uit dossier thans mogen blijken, al in juli 2015 overgegaan van Sussebeek naar Harms, zodat een campagne donatie van slechts 2500 florin in 2017 niets met Berkem, Sussebeek of omkoping te maken kan hebben gehad. Verder, edelachtbare, meen ik dat voor twee onderdelen de dagvaarding nietig moet worden verklaard. Het gaat om bijvoorbeeld, het eerste is onder A, dus het verstrekken dan wel wijzigen van opties op commerciële erfpasrechten en of het uitvaardigen van ministeriële beschikking waarbij een optie voor een erfpacht wordt verstrekt en of het aangaan van een overeenkomst tot vestiging van een erfpacht door verdachte als minister van Infrastructuur, Integratie en Ruimtelijke Ordening, althans het land Aruba. Meneer de rechter, in die periode, elke overeenkomst die een minister heeft moeten ondertekenen, moet Zievinger zijn geweest. Want er was geen andere minister die belast was met dit portefeuille. Dus dat kan niet omschrijvend zijn voor het delict. De vraag die de rechter moet beantwoorden is of de dagvaarding voldoende specifiek en begrijpelijk is, zodat de verdediging weet van welke precieze feiten verdacht wordt en daarop een adequate verdediging kan voeren. Hier, anders dan bijvoorbeeld Elenaat, Deschon, Damira, Linsner, Elagbare, wordt op geen enkele wijze aangegeven welke opties, op commerciële, welke erfpachten, het uitvaardigen van welke beschikkingen, van een optie voor een erfpacht, heel lachbare. Wat moet het allemaal betreffen? Op deze wijze kan verdachte ook niet, en dat moet van hem ook niet worden verwacht, dat hij moet gaan gissen
welke van de in dit omvangrijk dossier van meer dan 20.000 pagina's opgenomen opties met betrekking tot welke percelen, welke ministeriële beschikkingen en welke overeenkomsten het Openbaar Ministerie het heeft om zich vervolgens daarop te gaan concentreren en daarop te verweren. In het kader hiervan wil ik bijvoorbeeld verwijzen naar de uitspraak, en ik citeer daaruit, Elagbare, het oordeel van de rechtbank. De rechtbank overweegt als volgt. Een van de fundamenten van het strafproces is dat de terechtzitting plaatsvindt op grondslag van de telastenlegging. Aldus zijn zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie en de rechtbank op de hoogte van de gronden waarop de vervolging berust. Ingevolge artikel 261 eerste lid van het wetboek van strafvordering dient, voor zover van belang, de dagvaarding een opgave te bevatten van het feit dat ten laste wordt gelegd. Een van de functies van de telastenlegging hierbij is dat de verdachte geïnformeerd wordt voor welk voorval hij moet terechtstaan, zodat hij weet waar hij zich tegen moet verdedigen. Naar het oordeel van de rechtbank was het de verdachte en zijn raadsman onvoldoende duidelijk waartegen verdachte zich diende te verdedigen. De rechtbank acht hierbij van belang dat feit 1 op de telastenlegging een veelomvattend feit is, terwijl daarop een omvangrijk strafdossier dat betrekking heeft op in totaal 9 verdachten aan ten grondslag ligt. Gelet daarop voldoet de telastenlegging gericht op het onder 1 ten laste gelegde feit niet aan de vereisten van artikel 261. En de rechtbank zal ook ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit de dagvaarding partieel niet te verklaren. Bijna lijkt deze uitspraak geschreven voor de zaak van Zuvinger, eerlijkbaar. En ditzelfde geldt voor onderdeel B. Die moet dus ook partieel nietig worden verklaard, eerlijkbaar. Zuvinger moet vermelden, hij was een zeer goede vriend. Hij is nog steeds een zeer goede vriend van Sussebeek. Hij was bevriend met Harms en Loewenstein. Maar dit alles zelfs voordat hij minister was geworden. Er was dus geen reden om een relatie tussen hen te gaan onderhouden of laten ontstaan. En behandelde Zuvinger deze vrienden en kennissen niet anders indien zij niet enige contributie aan de verkiezingskas hebben gedaan. Veel van zijn vrienden hebben dat niet gedaan. Ze zijn nog steeds zijn vrienden, eerlijkbaar. Omdat de overige personen en rechtspersonen of geen donatie hebben gedaan en of Zuvinger ten tijde van indiening van hun verzoeken niet bekend waren en zij allemaal gelijkelijk door Zuvinger, zoals elk ander verzoeker, werd behandeld, is het voor Zuvinger onduidelijk waarvan hij precies verdacht wordt. Zelfs in het requisitoor is het Openbaar Ministerie niet duidelijk in de periode 2014 en 2018 waarop gedoeld wordt. Want het is een verhaal, een soort algemeen verhaal, dat zullen anderen misschien ook gaan beamen, eerlijkbaar, die waarbij zo'n beetje iedereen op een soort één hoop wordt gegooid. En Zuvinger moet niet gaan gissen waarvan hij verdacht wordt. De eis van duidelijkheid geldt voor de dagvaarding en kan niet in het requisitoor pas worden verduidelijkt. Los dat deze niet is geschied. Ik moest denken aan dat boek van Kafka, Het Proces, waar de verdachte vervolgd wordt zonder te worden uitgelegd waarom. Nu de dagvaarding op dit onderdeel dus niet voldoet aan de wettelijke eisen, moet het perceel nietig worden verklaard. Dan kom ik bij delict van misbruik van functie. Ook dit onderdeel, ik ben op zuster nu 100, eerder maar. Ook dit onderdeel van de telastenlegging is onduidelijk. Immers wordt niet aangegeven op welke aanvraagbrieven, welke ministeriële beschikkingen, welke opties, met betrekking tot welke terreinen, welke erfpachtsovereenkomst en welke tot vestiging op welke wijziging wordt bedoeld. Om die redenen meent Zuvinger dat ook dit onderdeel van de telastenlegging nietig moet worden verklaard. In zijn algemeenheid kan Zuvinger wel opmerken dat hij geen enkele van die opgezonde schriftelijke handelingen is aangegaan met de in de hele lijst genoemde natuurlijke personen.
Hij heeft uitsluitend als minister commerciële erfpasgronden afgehandeld, dus verzoeken, opties, erfpasuitgiften, met rechtspersonen. Voor wat betreft de beschuldigingen met betrekking tot de natuurlijke personen kan hij niet anders dan worden vrijgesproken. Omdat de dagvaarding algemeen is en geen concrete gevallen noemt, zal Zievinger toch een algemeen verweer even voeren. Aan Zievinger hebben personen direct, dus niet via de DIP, verzoeken ingediend. Degene die hier worden genoemd. Als zijnde de in de wet bevoegde autoriteit heeft Zievinger deze in ontvangst genomen en zoals bij elk verzoek, na summierlijk lezen van het request, aangetekend dat hij geen bezwaren daartegen had en intern doorgestuurd naar de DIP. De DIP handelde dit verder met de betrokkenen af en bij voldoening aan de voorwaarden, de lijst van voorwaarden, ontving Zievinger als minister een door de DIP opgestelde optiebeschikking die hij dan ondertekende en aan de DIP retourneerde. Hierna zou DIP Zievinger alleen weer van de DIP vernemen wanneer aan de optievoorwaarden was voldaan, als gevolg waarvan de DIP als dan een concept ministeriële beschikking zou opstellen tot uitgifte van de erfpacht, welke Zievinger ook zou tekenen en aan de DIP weer retourneerde. Zievinger was ten tijde van deze handelingen de minister belast met infrastructuur en dus de bevoegde instantie om de handelingen aan te gaan. Niemand kon dat anders doen. Door deze reguliere handelingen voortvloeiende uit zijn functie uit te voeren, kan hij zich onmogelijk schuldig hebben gemaakt aan misbruik van functie. Hij handelde en behandelde in die procedure iedereen gelijkelijk, zodat er ook geen sprake kon zijn van misbruik. Voor zover bekend bezitten de betrokken rechtspersonen tot de dag van vandaag, al dan niet na het voeren van gerechtelijke procedures, het aan hen toegekende erfpachtsrecht. En dit getuigt ook dat er geen sprake kon zijn van enige onrechtmatigheid, zoals een strafbaar feit, verband houdende met de verlening van een recht van erfpacht en dus geen strafbaar feit van de kant van Zievinger. En Zievinger dient ook van dit onderdeel integraal te worden vrijgesproken. Ik kom bij verduistering. Dat is het vijfde ten laste gelegde delict. En, eerlijkbaar, het is een hele lange worst, maar het komt op neer dat er een cheque is uitgeschreven op 9 juni 2015 ten laste van Nautilus Travel and Trading voor 11.375 florin. En het was een ticket die gekocht werd zodat de vrouw van Zievinger hem op een dienstreis heeft vergezeld. Voor verduistering wordt vereist dat de dader het goed anders dan door misdrijf onder zich heeft en zich dat goed wederrechtelijk heeft toegeëigend. En geen van deze twee vereisten is in deze voldaan. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is van zich toe-eigenen sprake indien een persoon zonder daartoe gerechtigd te zijn als heer en meester beschikt over een goed dat aan een ander toebehoort. De toe-eigening is wederrechtelijk wanneer de gedragingen van de verdachte verder gaan dan is toegestaan krachtens het recht op grond waarvan verdachte het goed onder zich heeft. En verduistering kan slechts gepleegd worden van een goed dat de dader onder zich heeft. Voor onder zich hebben is een enkele feitelijke machtsverhouding niet steeds voldoende. Er zal sprake moeten zijn van een toevertrouwd zijn of van een rechtsverhouding waaruit noodzakelijk voortvloeit dat de verdachte de goederen onder zich had. Het bestanddeel goed dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft uit artikel 298 strafrecht moet al dus worden uitgelegd dat niet enig door de verdachte begaan misdrijf ertoe heeft geleid dat hij het best betreffende goed onder zich heeft gekregen. In deze zaak zijn er twee scenario's mogelijk. Voor wat betreft de relatie Zievinger Fundación Corazón Verde. Het eerste scenario is klaarblijkelijk het standpunt van het OM. Zievinger zou de UBO zijn van de Fundación Corazón Verde, alhoewel
We weten een stichting gaan tegen UBO hebben, maar weer, dat is civiel, het civiele recht. En waarom zeg ik dat dit het standpunt is van het OM? Want dit doet het OM ook met alle andere rechtspersonen in deze zaak. Men kijkt naar de UBO, men kijkt niet naar de rechtspersoon. Indien Zievinger als UBO van de stichting moet worden beschouwd, dan behoren de gelden van de stichting aan Zievinger. En dan kan er geen sprake zijn van een goed dat aan een ander toebehoort. Het door Zievinger aankopen van een ticket voor zijn echtgenote met de fondsen van de stichting kan als dan geen delict opleveren. En Zievinger moet dus worden vrijgesproken. Dat is het eerste scenario. En het tweede scenario, en er zijn geen anderen edelachtbare, is dat Zievinger niet als UBO van de stichting moet worden beschouwd. En dan is de stichting wel een ander. Vaststaat dat Zievinger geen bestuurder is van die stichting en als dus niet namens de stichting kan handelen. Het feit dat bestuurders de facto doen wat Zievinger zou willen, zoals het OM zegt, maakt dat niet anders. Het gaat even juridisch. We zijn een juridische rechtszaal. Zodat Zievinger geen goederen van de stichting onder zich heeft. Al daarom kan ook geen sprake zijn van verduistering. Voor zover het Openbaar Ministerie beaamt dat Zievinger het bedrag voor de ticket van zijn vrouw ten onrechte door de stichting heeft laten betalen, zou dat inhouden dat Zievinger deze gelden door misdrijf heeft gekregen. Als dan kan ook niet worden voldaan aan de vereisten voor verduistering. Nu is geëist worden dat de dader het goed anders dan door misdrijf onder zich heeft. Ten slotte, edelachtbare, is er hoe dan ook niet voldaan aan de vereisten van wederrechtelijkheid. Ten eerste omdat Zievinger steeds heeft aangegeven dat hij vaak kosten voor de stichting betaalde, meestal huur. Voor in de periode, en het ging vooral in de periode tussen verkiezingen, want in de tijd worden dan meestal ook geen donaties gegeven. Men geeft wanneer het verkiezingstijd is, in de andere periode niet. En tussen verkiezingen 4 jaar. En de huur moet worden betaald. Dus de stichting had in die periode geen fondsen. Deze kosten mocht hij ook verrekenen, en dat was zijn instelling, toen de stichting de ticket voor zijn vrouw betaalde. Dit wordt ook bevestigd door het financieel rapport dat de deskundige minister Oosterwijk heeft opgesteld en aan de processtukken zijn bijgevoegd. De mevrouw aan wie de huur betaalde, mevrouw Maria Vos, was wegens ziekte ongeschikt geacht om gehoord te worden als getuige, maar ze heeft wel een verklaring opgesteld en ondertekend waarin zij bevestigt dat Zievinger zelf persoonlijk de huur cash aan haar betaalde. Dat is bijlage 2 en ik heb ook, dat is de verklaring die zij heeft opgesteld, edelachtbare. En dit betaalde Zievinger met zijn geld. Dus er is sprake van een valide civielrechtelijke discussie over verrekening en daarom geen wederrechtelijkheid. Ten tweede heeft de stichting tot de dag van vandaag niet aangegeven dat deze ticket ten onrechte zou zijn betaald en terugbetaald moest worden en niet is terugbetaald. Verduistering, behalve tussen bloedverwanten, is niet een klachtdelict. Doch dat laat onverlet dat de instelling van de stichting ter zake tot de conclusie leidt dat er geen sprake was van wederrechtelijkheid en daarom ook geen strafbaar gedrag. Zievinger dient ter zake te worden vrijgesproken. Als laatste is, zoals we vaak zien, wat ook wit wassen, maar opgeworpen, edelachtbare. En ik wil beginnen, en ik ben op zuster nu 116. Dat het Openbaar Ministerie zelf verzoekt vrijspraak voor zover het betreft de verdenking van witwassen in de relatie Harms-Zievinger. En dat heeft te maken met donaties. Dan vraag je af, ja, maar als het ook geen witwassen is, maar waarom blijft men zeggen dat er dan een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden? Maar oké, we zijn het mee eens dat hij moet worden vrijgesproken, heel erg belangrijk.
We sluiten ons daarom bij aan. Eigenlijk gaat het alleen maar de verdenking van witwassen in het dossier Sussebeek-Zievinger. En wat zegt het Openbaar Ministerie hieromtrent? Indien de onderliggende misdrijven, dus de omkopingen, bewezen kunnen worden, zal er voor de verdediging weinig ruimte zijn om te betogen dat er geen sprake is van witwassen. En nu komt het. Het omgekeerde geldt uiteraard ook voor het Openbaar Ministerie. Bij vrijspraak zal het witwassen voor het Openbaar Ministerie lastig te bewijzen zijn. En dat is de situatie in de lachbare. We kunnen kort zijn. Wat de verdediging heeft uitgewerkt voor wat betreft de uitkomingsverdenkingen, meent Zievinger dat hij vrijgesproken moet worden. En volledig in de lijn van deze stellingen van hetzelfde Openbaar Ministerie kan er geen sprake zijn van witwassen. Daarom vrijspraak. Ter afronding. Zievinger kan niet nalaten om toch de geëiste straf te bespreken. Alhoewel hij meent dat hij volledig moet worden vrijgesproken, moet hij opmerken dat de verzochte straf in geen enkele verhouding staat tot hetgeen het Openbaar Ministerie hem beschuldigt, zie ik u, wat er überhaupt over zal kunnen blijven van de waslijst van beschuldigingen. Wat is het? Had Zievinger de fitnessmachine niet tijdelijk bij zijn woning moeten laten plaatsen? Had hij niet zomaar enige claim moeten verrekenen met de stichting met het ticket van zijn vrouw voor zijn dienstreis? Dit zijn verwijten van geheel andere aard dan toen dit onderzoek begon. Het OM was ervan overtuigd dat men buitenlandse bankrekeningen van Zievinger vol met miljoenen zou aantreffen. Geld bij hem in de grond zou vinden. Er is met speciale honden daarvoor in zijn woning gezocht. Dat hij misschien condominiums op zijn naam had staan. Misschien zelfs gouden wc-potten en kranen bij hem thuis zouden aantreffen. Gouden bergen had Zievinger, volgens de beschuldigende politici die de zaak aan het rollen hebben gekregen. Daarvoor moest Zievinger zwaar worden bestraft. Maar edelachtbare, niets is waar gebleken. Voor dit gerecht staat een simpele man die met zijn eigen handen in zijn vrije tijd door de jaren heen aan zijn woning sleutelt en langzaam heeft verbouwd en opgebouwd. Ondanks de meer dan 2 miljoen florin die hij als statenlid en minister zijn enige bron van inkomsten heeft verdiend, en dat is geen klein bedrag, heeft verdiend over al die jaren, is zijn vermogen de facto nul. Op zijn woning rust een hoge hypotheek. Zijn inkomen is aan het levensonderhoud van zijn gezin, de studie voor zijn kinderen en de kosten van de politieke campagnes uitgegeven. Het volledig tegenovergestelde beeld, eigenlijk, van een omgekochte ex-bewindslid. Dus. Het kan ook niet anders. Het is simpelweg nooit gebeurd. In de Caribische Koninkrijksdelen is een ex-minister, president, die miljoenen heeft aangenomen als omkoping. We kennen hem allemaal, hoe ze nou niet te noemen, eerlijkbare. En ook allerlei verboden apparatuur beschikte, wapens. Hij is veroordeeld tot 4 jaar. Een ex-minister van Arbeid op Aruba die tonnen zou hebben opgestroken met de verkoop van vergunningen om zijn levensstijl te behouden, krijgt 3 jaar opgelegd. Een straf eisen voor Zievinger, zoals het Openbaar Ministerie heeft gedaan, is niet alleen draconisch, maar wijkt volledig af van de jurisprudentie van het gemeenschappelijk hof. Het is onduidelijk, maar ook onbegrijpelijk waarom het Openbaar Ministerie in de zaak tegen Zievinger zo tegen de richtlijn van het hof ingaat. En dan ook nog wanneer aan het eind van de rit het toch ook voor het Openbaar Ministerie duidelijk moet zijn dat de beschuldigingen uit de startinformatie voor het betreft Zievinger, los van volledig politiek deligbare, volledig ongegrond en onjuist zijn. Het ondanks deze realiteit blijven persisteren
dat Zievinger moet worden veroordeeld en dan ook nog voor een hoge straf, is niet alleen wrong and strong, maar het getuigt juist van misschien van wat men van een struisvogel kan verwachten. Dus misschien is die naam toch niet onjuist gekozen. Ik verzoek u als laatste om deze pleitnoten aan de processtukken toe te voegen. Dank u. Dank u wel. Zoals gezegd gaat het OM repliceren aanstaande vrijdag. Woensdag om, hoe laat was het ook weer, 15:30 geloof ik. 15:30. Ja, 15:30. Ja. Vanmiddag staat op de agenda de pleiten in de zaak Suspreek. Dat doet u, meneer. Zullen we om 2:00 beginnen? Dan? Ja? Nou, dan schors ik nu even of dan onderbreek ik even tot 2:00 voor de lunch. Ja. Dank u wel. Thank you.